En het is ook belangrijk dat Mr. Game Belgium finalisten zich tijdens de campagne inzetten voor het goede doel, maar daarnaast ook voor de Mr. Game Belgium zeggen nee met de praline campagne, zodat we jaarlijks onze Mr. zijn verhaal kunnen blijven brengen op de Mr. Game Europe & World verkiezingen. En de titel zal uitgereikt worden door iemand die maar al te goed weet hoe belangrijk een bondschap uitdragen is. Je applaus voor Josje Huisman! Goedenavond. Het ziet er fantastisch uit. Oh, dankjewel. Als ik naar jou kijk, zie ik gewoon de Pride regenboog. Ja, ik ben ook heel blij dat ik hier ben. Zeker met je nu. Helemaal cool. En jij komt ook de Mr. Gay Charity uitreiken. Ja. We gaan de jongens niet langer in spanning laten. Wie wordt Mr. Gay Charity 2017? De winnaar is Gerrit.